Matahari, de doensende spionne die nog altijd naar de verbeelding spreekt, haar leven eindigt in jochentje 100 en sjontje van een vuurpeloton in Parijs. En nou, 100 jaar later is er dus in het Fries Museum een grote tentoonstelling over dezezelfde Matahari. En Karin Biest, uw collega, die is nou bij het Fries Museum. Ja, Karin, het kind toch eigenlijk haast net oors, dit wordt echt een publieksloeker. Dat denk ik. Ik denk dat er een hele grote mensen op oude komen. Want het is ten eerste een hele mooie tentoonstelling. Wij mochten vanmiddag al even zien hoe mooi het worden is. Nou, het ben zij zeilen vol. Een hele grote documenten zelfs. En foto's, want dat is er van Matahari bewaren bleun. Maar net volle beweging beeld, eens heel een dal net. En wat we hier achter mij sjoggen. Dat is eigenlijk, vind ik, een van de mooiste dingen die je te zien is op de tentoonstelling. Dat is een douche de Matahari. Of eens een soort van een douche rest die de choreografie van Matahari douche het. En dat is prachtig hier in beeld gebracht op een doek dat hier toch deze zeil hinnen zweeft. En al die mensen die hier op oud komen, ik denk wel dat het gebeuren zal. Want bij de vorige grote tentoonstelling Alma Tadema verwachten ze 80.000 mensen. Dat waren er uiteindelijk 160.000, dus twak is er volle. Zo Matahari, ik was aan blockbuster worden. Ik praatte vanmiddag even met de directeur van het museum, Chris Callens. En die vraag stelde ik even aan hem. Nou, wij weten dat een historisch onderwerp soms wat lastiger is dan een kunstenaar. Wij gaan op dit moment uit van 90.000 bezoekers voor deze tentoonstelling. Maar we bereiden ons voor op meer. Vlien hier Alma Tadema, nou Matahari, straks Escher. Wat wil jou hier maar bewijzen als museum? Nou, wat we in ieder geval met Alma Tadema kunnen laten zien en hopelijk ook met Matahari en Escher, is dat dit nieuwe Fries Museum op dit plein met zijn geweldige tentoonstellingszalen op een internationaal niveau kan meespelen. Ja, dat is de directeur, de tentoonstelling, die heet dus Matahari. Matahari, de mythe en het meisje. Waarom eigenlijk die titel, Karin? Nou, de mythe, dat is vanzelfs Matahari als exotische doenseres en als spionne. Een hele protte oer haar is nog net duidelijk geworden in al die 100 jaar net. Dus het bloedt een mythe. En het meisje, dat slacht vanzelfs op Margaretha Zelle, die hier in Ljouwert bennenwaart als dochter van een winkelman. En wat er in die tijd al hier gebeurd is, daar had het museum ik bezocht een protte oer te weten te komen. Ik praat er even over met Hans Groeneweg, conservator van het museum. Ja. Je mag een hele protte bij elkaar samelen, hè? Ja, ik denk dat het voor het eerst is dat er zoveel uit de collectie Matahari bij elkaar is. Uit eigen collectie, maar ook uit vele collecties daaromheen. Tresor, HCL, Krullemuller, Parijs, Londen. Waar komt het niet vandaan? Privéverzamelingen, onder andere ook hier uit Friesland. Laten we eventjes toch in herinneren. Vast dat hier mogelijk? Het is een zaal vol met beelden. Het is een zaal vol met een dansende Matahari op het hoogtepunt van haar roem. Prachtig mooi verbeeld om van te genieten. En ik hoop echt dat het bezoek hier gaat staan en zich even waant in die wereld van die artiest Matahari die hier geboren wordt in 1905. Omringd door fantastische objecten uit vele collecties. Fantastisch mooi, denk ik. Laten we eventjes naar de oren kan gaan tussen deze prachtige doeken terug. Want hierachter, dit doek dat hier ik al even zien, ja. Er zit een beeld. Wat voor beeld is dit? Dit is een beeld van Shiva. Het is een beeld wat gerelateerd is natuurlijk aan de Oriënt. En wat zij gebruikte in haar voorstelling. Ze had natuurlijk helemaal zo'n voorstelling die wat oosterse, mysterieuze sfeer moest uitbeelden. Daar paste dit soort beelden bij. Wajang poppen, bijzondere kleding. En natuurlijk die naaktheid aan het eind. Wat natuurlijk sensationeel was in die tijd. Waar mensen voor kwamen, vooral mannen denk ik. Voor het eerst in hun leven zo op die manier vermaakt worden door een artiest. Fascinerend. En hij dat ik in beeld? Ja, we hebben geprobeerd om dat op de schermen om ons heen te hebben. Zodat mensen echt een beetje, als het ware, in die sfeer worden gezogen. Een beetje als je ogen een beetje dicht doet en af en toe open. Dat je denkt, hé, ik kon er wel bij zijn geweest. Nou ja, dat wil je natuurlijk overbrengen in je tentoonstelling. Je wil dichtbij komen. En hoe mooier kun je dichtbij komen dan eigenlijk met haar meedansend midden in haar optreden te staan. Ja, maar ik een prachtige kamer. Dat is eigenlijk een bennenkamer van haar twa ben in Indonesië. Je hebt een hele grote
dienen aan de vormjouwing van de tentoonstelling? Want het is natuurlijk wel moeilijk om oer een persoon die net meer leeft, wat te maken. Ja, en vooral omdat veel van de collectie natuurlijk erg plat is. Als je het hebt over documenten, dan in een museum, dat wil je natuurlijk best wel laten zien. Maar je wil proberen om die verbeeldingskracht ook van de bezoeker op gang te brengen. En daarvoor zijn settings heel goed. En we nemen als het ware de bezoeker mee in onze tocht langs het leven van Mata Hari in een kinderkamer in Indonesië. Om ze als het ware deelgenoot te maken van dat leven in stappen van Mata Hari. Nog één stukje hoe ik die kant op ga, dat het slagt. Want je mag hier een tijdlijn maken. Ja, die is iets verder om de hoek. Oh, iets verder om de hoek. Oh, dan ben ik nog verkeerd. Ja, die is iets verder om de hoek en dat is de spionagewand. We hebben geprobeerd om zo zuiver mogelijk op basis van allerlei documenten te gaan kijken van hoe zat het nou met spionage van Mata Hari. Want het is natuurlijk altijd de vraag, heeft ze nou wel of niet gespioneerd? Deed ze dat nou voor de Fransen of voor de Duitsers? En hoe zat dat nou? Dus we hebben geprobeerd in een soort CSI-wand hierachter al die stappen rondom haar spioneren in beeld te brengen. Kleine stapjes, reizen, documenten die we hadden, reisdocumenten, foto's van haar, foto's van de mensen die ze ontmoetten, foto's van de mensen die haar arresteerden. Aangevuld met de originele documenten en heel langzamerhand laten we dat verhaal dan zien. Maar wat is nou het antwoord op de vraag? Wie is een spionne? Want dat wil ik toch wel heel graag weten. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Alleen het is heel lastig om te zeggen van is ze nou echt een spion geweest? Als je kijkt naar de documenten dan is ze inderdaad in dienst geweest van de Duitse spionagedienst. Ze is er ook voor betaald. Alleen de Fransen kijken daarna en zeggen, hey, dat was landverraad, je hebt de doodstraf verdiend. En Mata Hari zegt, ja, maar ik deed helemaal niet zoveel met spionage, ik wou vooral geld verdienen. En daar zie je dus twee totaal verschillende werelden op elkaar botsen. En dat is denk ik de fascinerende wereld van Mata Hari. En laten bezoekers het ontdekken. Oké, het bloed is een beetje een mysterie. Nou, als je naar de tentoonstelling ta wollen, dat kan van nou sneuren. En dan kan het nog een jaar hier rond de 2 april, kun je naar Mata Hari, de mythe in het meisje, in het Fries Museum.